De Nationale Assemblée wil dat de regering haar informeert over het afbouwen van subsidies. Verschillende leden hebben gevraagd naar onderliggende stukken, het beleid en tijd van maatregelen. Ook willen zij dat de regering duidelijkheid geeft over de status van het herstelplan 2020-2022. DNA-voorzitter B. ging mee met het voorstel om een aparte vergadering te beleggen waarin de regering uitleg geeft over dit vraagstuk. De vergadering vindt aanstaande donderdag plaats. BEP-fractieleider Ronnie Assabina stelde dat door al de maatregelen de maat vol is bij de samenleving. Aziz Gayadin, VHP-fractieleider, merkte op dat de valutadruk heel erg hoog is. Het leven wordt met de dag duurder, voorzitter. De rek is uit onder grote delen van deze samenleving, voorzitter. Benzine, brandstofprijs, voorzitter. Ik weet niet of u erbij stilstaat. In 1 jaar tijd met meer dan 100% gestegen. Brandstofprijs, voorzitter. In 1 jaar tijd. Met meer dan 100%. We luisteren naar de regering. Wanneer de regering aangeeft van ja, we geven zoveel subsidie hier. We geven zoveel subsidie daar. Op de haven, voorzitter. En dan we 4 miljard. Maar hier hebben we keer op keer besproken. Ik zeg u, meer dan 50% van die 4 miljard, voorzitter. Is af zoals ik ga. Ik ga naar de multinationale Sakabaka. I am gold. En Newman, voorzitter. Daarom hebben wij gezegd, keer op keer, waar wij de inkomsten moeten halen, voorzitter. Laten wij de inkomsten daar gaan halen. Het braakliggend terrein is nog steeds groot. Maar wat we zien, is dat wij keer op keer het geld moeten kloppen uit zakken uit de portemonnee van de gemiddelde Surinamer, voorzitter. We zien dat er een virtuele druk, valutadruk ontstaat in onze economie. Want als we kijken naar onze staatsolieraffinaderij, dat ongeveer 34 miljoen per maand aan diesel wordt geproduceerd. En anderzijds wij 22 miljoen per maand gebruiken, verkopen, voorzitter. En u ziet dat dat gebracht wordt in valutacomponent. Dat laat een virtuele druk ontstaan van valuta in die samenleving. Melvin Bouva van de NDP haalde aan dat de maatregelen die de regering treft bijzonder zwaar zijn voor het volk. Aan de andere kant wees Patricia Etnel van de NPS dat het Surinaams volk nu vreselijke tijden meemaakt. En ik wil die regering oproepen om alle maatregelen die zij denkt te nemen, wil nemen en tot nu toe heeft genomen op de balans te zetten. Ahibi. Het is zwaar voor die samenleving, voorzitter. En we begrijpen, je gaat wat uitgavenbeperkende maatregelen moeten treffen, ja. Je gaat wat inkomstenverhogende maatregelen moeten treffen, ja. Maar de balans, voorzitter, is totaal uit balans. Die samenleving kan het niet meer. 1 pak aardappelen, voorzitter, dat is 70 SRD. Voorzitter, de kosten van het levensonderhoud, 1 ei gaat naar 15 SRD. En mensen hoeven niet alle pracht en praal met mooie auto's en speedboats te hebben. Maar Nyananga dringi, voorzitter, moest de. En het beleid tot nu toe is erop aangestuurd. Taxman om maar rijden wat ik dadelijk moet. Want de benzineprijs, de afschaffing daarvan, de subsidie, is niet met 1, niet met 2, maar zelfs 3 SRD, voorzitter, 1 keer omhoog gebracht. En daarmee denk ik dat de regering onvoldoende rekening heeft gehouden met de nood en de pijn. Regering, gezinnen komen niet meer uit als je geen 12.000 SRD hebt maandelijks. In een potie niet op tafra. We zijn niet goed bezig, dus regering, kom met antwoorden. Want dit is een samenleving, no man tek moro. We zijn wanneer, uno man. De minister van Financiën en Planning, Stanley Ragubashing, liet gisteren in de Nationale Assemblée weten dat in de komende maand er weer een verhoging van brandstof verwacht mag worden. Ook deelde hij mee dat de subsidie op elektriciteit en kookgas afgebouwd zal worden. Aanstaande donderdag zal de regering verder ingaan op de afbouw van de subsidies en haar sociaal programma.